Hoi, ik ben er weer met vandaag met deze oogschaduw die ik laatst heb gekocht. Ik ga gewoon het opbrengen en jullie laten zien hoe ik dat doe en hoe het eruit ziet. Zodat jullie zelf ook een beetje ideetjes kunnen opdoen qua make-up. Ik heb nu gewoon mijn basis make-up daar al op zitten. Gewoon poeder en mascara en een beetje blush. Ja, dat is eigenlijk alles wat ik doe meestal. Dit is van Nivea, de oogschaduw. Nivea heeft normaal niet echt make-up, maar volgens mij is het een beetje limited edition achter. Gewoon Nivea heeft een keer make-up gemaakt en ja, dat is dan verkocht. Deze heb ik nu bij de Big Bazaar gekocht. Die hadden heel veel make-up van Nivea, allemaal puur natuurlijk. Ja, hier staat het niet op, dus ik denk niet dat dit puur natuurlijk is. Maar op zich vind ik dat super goed als het wel is. Gewoon puur natuur en dingen uit de natuur. Maar dat weet ik dus niet. Hij is zwart. En dan zilver en dan een beetje wit, paramoerachtig. Ik ga hem opbrengen. Daar heb ik een kwastje voor. Ik heb gewoon één kwastje gebruik ik hiervoor. Eerst doe ik de zwart. Op mijn ding, op mijn kwastje. En dan breng ik dat aan. Op mijn onderste deel van mijn oog, mijn onderste ooglid, zeg maar. Zodat hij een beetje meer een soort eyeliner, ja, een soort eyeliner-achtig iets. Ja, dit oog vind ik heel leuk, heel moeilijk bedoel ik. Die gaat altijd spastisch doen, dus. Je kan er ook voor kiezen om dit ook op je onderste ooglid te doen. Maar ik ben er zelf niet zo van, omdat ik dan altijd een beetje raarder bij mij uitziet. Maar dan moet je gewoon zelf kijken wat jij mooi vindt. Nu doe ik de zilveren. Die doe ik dan gewoon op mijn ooglid, zeg maar, tot die boog hier zit, zeg maar zo. Boog. Dat doe ik dan zilver. En dat doe ik bij die andere ook natuurlijk. Het fijne oog om te doen. Laten zien. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar dit is dus een beetje. En dan doe ik als laatste de witte paramour kleur. Doe ik dan. En die doe ik zeg maar hier. Ik ga naar bovenaan en dan werk ik het een beetje naar beneden. Dan heb je hier net een beetje die ja, glinster. Ik denk niet dat jullie het heel goed zullen zien, maar het is meer gewoon een klein beetje glinster en een klein beetje licht is het. Zodat je ogen ook weer een beetje opener lijken. Deze kant doe ik dat ook. Zo, nog een klein beetje, want deze zat niet zoveel op. Zo. Doe ik eventjes zo met mijn vingers eroverheen, zodat het meest poederige eraf is. En dan is dit de eindresultaat. Ik weet niet of je het heel goed kunt zien. Maar dit is zeg maar een zwart lijntje. Ja, deze wing, dat is gewoon mijn eyeliner hoor. Dat is niet van de oogschaduw. Zo goed werkt die denk ik niet. En dan heb ik grijs of zilver en dan nog een beetje witte highlighter zeg maar. Ik vind het super leuk. Gewoon te simpel, zeg maar. Je hebt gewoon bepaalde plekken, bepaalde kleuren. En het is zo gedaan. Ik weet niet, hoe lang ben ik bezig? 4 minuten? 3 minuten? Nou ja, in ieder geval minder dan 5 minuten, denk ik. En je hebt gewoon een leuke ooglook. En voor niet zoveel geld. Deze was 2,50 bij, ja, 2,50 bij de Big Bazaar. Maar als je geen Big Bazaar in de buurt hebt of ja, niet weet waar je het moet kopen. Ik heb bijvoorbeeld ook deze. Is van de Essence. De Oh So Cute, nummer 4. Dit kan je ook gewoon ermee doen bijvoorbeeld. Dat je bijvoorbeeld, ik zal hem even openmaken. De donkerblauwe kleur als lijntje doet. En dan de blauwe of de roze. Dan kan je dan zelf kijken wat je aan hebt bijvoorbeeld. Dan op je ooglid doet en dan die witte daarboven. Dus zo kan je ook variëren. Ik zal even kijken of ik nog meer. Ik heb niet meer van die dingen. Maar je kan, ja, ik ben fan van Essence. Gewoon lekker goedkoop. En ja, Catrice is net zo hetzelfde.
goedkope dingen. En het is op zich ook wel goed. Ja, waarschijnlijk is Maybelline of L'Oreal beter. Maar Essence is ook gewoon goed. Want je kan ook volgens zeggen, deze... De donkerblauwe kleur als eyeliner. Of liner. En dan bijvoorbeeld een ander kleurtje. Bijvoorbeeld roze. Of nou ja, welk kleurtje je dan ook maar wilt. En dan kan je bijvoorbeeld weer zo'n lichte kleur als boog doen. Dus ja, wees gewoon creatief met de kleuren en de dingen. En ja, kijk gewoon wat jou mooi staat. Kijk, ik ben niet zo van de felle geel, rood, oranje kleurenachtig. Maar net een beetje die subtiele donkere kleuren, die vind ik heel mooi. Ook met kleding. Zwart bijvoorbeeld vind ik altijd leuk. Ja, grijs. Maar kijk gewoon wat bij jou past en wat jij leuk vindt. En hoeveel geld je dan uit kan geven. Als je bijvoorbeeld heel veel geld hebt, nou, koop dan zo'n... echt zo'n setje van L'Oreal. Want die hebben ze bijvoorbeeld echt met vormen waar je wat moet doen en zo. Dus kijk maar gewoon wat je leuk vindt en wat bij je past. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, dat jullie ideetje hebben op kunnen doen van mijn filmpje. Laat weten wat je ervan vindt. En misschien als je het zelf hebt uitgeprobeerd, een leuke foto. Stuur me een foto. Vind ik alleen maar leuk om te kijken, ja, wat jullie dan leuk vinden. Doeg, tot de volgende keer.